In de rechterkant van het klassement kreeg Woluwe KV Mechelen op bezoek en Gijsbrecht trapt voor White Star al vroeg over. Woluwe komt verdiend op voorsprong als Depree de bal tegen de netten jaagt. Het is haar eerste doelpunt van het seizoen. Mechelen kan in de eerste helft maar één keer echt tegenprikken. Rakelboom glipt door de buitenspelval, legt breed naar Dumoulin, maar de Kakkers stuiten op een verdedigend been. Op het halfuur krijgt Verdonk de kans om de Brusselse voorsprong te verdubbelen. Ze snelt alleen op Bakkarne af, maar haar schot eindigt in het zijnet. 1-0 bij de rust. De tweede helft heeft heel wat minder om het lijf. Bij de enige echte kans brengt Verdonk de bal goed voor. Michiels loopt goed in en werkt knap af. White Star doet een goede zaak, KV Mechelen een slechte. Als je kijkt naar wat we de voorbije weken op de mat gebracht hebben, waren we vandaag totaal onherkenbaar. Enorm statisch, heel weinig kwaliteit in de passing, in de controles, in al de basiszaken die je nodig hebt om er ten eerste al een goede wedstrijd van te maken. Laat staan dan nog om zelf een hele goede prestatie af te leveren. En dat is ook de grote teleurstelling vandaag. In C dat je die wedstrijd verliest, dat kan. Daar zijn we heel nuchter in. Het gaat hem vooral over de manier waarop. Ik vind niet dat je tegen een tegenstander speelt die zoveel beter is dan jullie of dan ons. Maar je moet er gewoon veel meer tegenover zetten en je wordt gewoon gepakt op zaken die je op voorhand hebt aangegeven. Zeker dat tweede doelpunt, dat is eentje die we 100 keer geanalyseerd hebben. Die valt dan ook. Ja, en dan weet je gewoon dat het misschien net op een hele belangrijke dag nieuwe wedstrijd is.